Beste luisteraar, of misschien kan ik beter zeggen beste kijker. Want veel van u kijken via YouTube. Hello YouTube. Beste kijker, u schijnt voorkeur te hebben voor omstreden onderwerpen. Als ik het heb over een visdeurbel, dan boeit u dat niet zo heel erg. Maar als u de titel ziet, die verwijst naar corona, lockdown en vaccinatie, dan kijkt u en dan krijg ik meer views. Terwijl ik u kan verzekeren dat in beide gevallen u nog steeds kijkt naar een kale columnist die een beetje een mening uitloopt te kramen. Maar ik beloof u zometeen controverse. Want als het over corona gaat, dan kijkt u vaker en u laat zelfs comments achter. Ja, ik was zelf ook verbaasd. Zo is er bijvoorbeeld Nick uit Enschede die opmerkt: was dit dezelfde debiel die zo blij was met zijn angstprikje? Ja, Nick, ik was inderdaad die debiel goed gezien. En dan zijn er nog de reacties van ene B. van der V. of van meneer Troll, briljante naam trouwens, die allebei onder mijn column met een linkje of anekdote proberen aan te tonen hoe het echt zit met die corona. Want uiteraard is de beste plek om een discussie te voeren over de juistheid van coronafeiten onder de YouTube-column van deze debiel. Zo denk ik zelf dat corona een complot is om mij meer te laten schrijven. Al is de grote vraag natuurlijk hoe ik er weer mee ga stoppen. Maar voor mij is het wel duidelijk, als ik uw aandacht wil, dan zijn het alleen nog columns over controverse. Want ik ben natuurlijk een hoer die alles doet voor aandacht en views. Ik heb al een lijstje gemaakt met potentiële onderwerpen. De Twin Towers, de maanlanding, Bill Gates en iets vaags over hagedissen. Hoewel dat natuurlijk wel heel standaard clickbait gaar is. Misschien beter iets actueels over Omtzigt, fraude en het coronavaccin. Hoe dan ook, ik surf straks mee op de golf van verontwaardiging. Golfsurfen op het internet. Ik word een grote influencer die u gaat vertellen hoe het echt zit. En zo zal ik u mijn inzicht in het grote complot onthullen, de grote leugen laten zien. Want weet u wat het grote complot is? Wat zij hebben gedaan? Hier komt het. Zij zijn stiekem ook wij. En wij en zij hebben tot op de dag van vandaag de echt belangrijke dingen, datgene waar de hele wereld om draait, die dingen, die hebben we saai gemaakt. Recht onder onze neus, een onderzoek. Saai. Wetenschap, saai. Beleid, saai. Geschiedenis, fucking saai. Alles staat in dikke boeken, grote rapporten, moeilijke pdf's en in slaapverwekkende presentaties. Omgeven met context, nuance en gadverdamme, meer van dat soort dingen. En u gaat die saaie shit echt niet doorlezen. U heeft wel wat beters te doen, natuurlijk. Maar er is nog meer. Naast de saaie dingen hebben we ook nog de banale dingen. De vanzelfsprekende dingen. En we gaan het toch niet hebben over dingen die we eigenlijk normaal vinden. Dus dat negeren we. Dat is het grote complot. Een oplossing, die heb ik niet. En als ik er al een had, was die waarschijnlijk ook saai. En daar ga ik het natuurlijk niet over hebben. Want ik wil views. Kijk naar mij. Maar dan is een column over controverse dus uiteindelijk ook gedoemd om te mislukken als ik die voorgaande dingen vertel. Dus als ik meer views wil, dan moet ik mijn column misschien laten gaan over kattenfilmpjes. Of over rijk worden met bitcoin. Alhoewel bitcoin eigenlijk heel ondemocratisch en omslachtig is en een nieuwe elite creëert. Maar ja, het goed hebben over dat onderwerp is natuurlijk ook veel te saai.